Dinsdag 13 juli 2010 kreeg de brandweer van Bladel om 3:50 een melding van een binnenbrand bij een bedrijfspand met woongedeelte aan het Roodven in Bladel. Bij aankomst van de brandweer was er sprake van een uitslaande brand gepaardgaande met een enorme rookontwikkeling. Meteen werd opgeschaald naar Middelbrand, een assistentie van het korps Reuzel en een hoogwerker uit Valkenswaard werd ingeroepen. Rond de klok van 4:30 werd nogmaals opgeschaald naar grote brand. Door de enorme rookontwikkeling trok de brand veel publiek, die door de politie op afstand werd gehouden, in verband met de onmogelijkheid van het gevaar van vrijkomen van asbest. Rond de klok van 5:00 was de brand onder controle.